Beste mensen, onze gemeente Heerden wordt momenteel keihard getroffen door het coronavirus. Een zware deken van rouw, verdriet en zorgen ligt over onze hechte gemeenschap. Ik leef mee met alle inwoners die direct of indirect te lijden hebben onder de gevolgen van dit vreselijke virus. In het bijzonder denk ik aan hen die zelf ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis. Aan hen die een naaste hebben die ziek is, of in de kring van familie, vrienden en bekenden mensen hebben verloren. Vreselijk. En het eind is helaas nog niet in zicht. Bijzonder ernstig is de situatie in Brinkhoven. Een groot deel van de inwoners van deze zorginstelling is ziek. En er zijn al veel overledenen te betreuren. Vreselijk voor de getroffen inwoners zelf, maar ook een zware aanslag op de inzet van de medewerkers. We zijn dankbaar met de inzet van defensieverpleegkundigen waarmee de zorg aan de bewoners gegarandeerd is. Ook in andere zorginstellingen is de aanwezigheid van het virus vastgesteld. Ik heb groot respect voor alle werkers in de zorg en wens ze heel veel sterkte toe in deze tijd waarin ze onder extreem zware omstandigheden moeten werken. En tegelijkertijd de ogen van velen op zich gericht weten. Maar laten we ook veel andere beroepsgroepen die het in deze tijd extra zwaar hebben niet vergeten. Ik denk bijvoorbeeld aan onze huisartsen, de predikanten en pastoraal werkers, de uitvaartverzorgers en vele anderen. Ook hen wens ik alle sterkte toe. Evenals alle mantelzorgers en vrijwilligers. Beste mensen, de uitbraak van corona raakt ons allen. Ook al zijn we niet ziek, het dagelijks leven staat volledig op zijn kop. De onzekerheid is immens. Banen die op de tocht staan, ondernemers en ZZP'ers die hun inkomsten verliezen, thuiswerkende vaders en moeders die ook nog onderwijs moeten geven, aan huisgebonden ouderen die geen bezoek ontvangen, kinderen die in hun vrijheid en spel beknot zijn, het gemis van kerkgang en verenigingsleven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Tegelijkertijd vind ik het heel mooi om te zien wat een mooie initiatieven er ontstaan, waarbij mensen elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan. Spontaan wordt er op vele manieren hulp aangeboden. Iedereen die zich inzet voor anderen in deze moeilijke tijd wil ik daarvoor hartelijk danken. Zo laten we zien dat we samen Heerden zijn, die hechte gemeenschap waar je op elkaar kunt rekenen. Blijf naar elkaar omzien, maar wel op veilige afstand. Beste inwoners van de gemeente Heerden, we gaan met z'n allen door een moeilijke tijd. We voeren een strijd tegen een onzichtbare vijand, een taai en hoogst besmettelijk virus. We moeten samen alles op alles zetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Houd u dus aan de maatregelen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd minimaal 1,5 meter afstand. Het vergt van ons allen heel veel geduld en discipline. Alleen samen kunnen we dit virus overwinnen. Ik wens u allen heel veel sterkte toe om deze tijd door te komen. Houd vol en alle goeds.